dames en heren. Welkom bij een speciale aflevering van De Nieuwe Tijd. In deze aflevering zullen wij het gaan hebben over de totstandkoming en evolutie van een hedendaags popfenomeen, Los Condors. Vele mensen denken dat Los Condors simpelweg is opgericht uit de drang tot creativiteit en een visie op een betere samenleving. Critici beweren dat deze van oorsprong vijf begeerlijke heren tellende formatie elkaar ontmoette tijdens de opnames van de Chills-reclame en vanaf dat moment onafscheidelijk waren. Historici menen bewijs gevonden te hebben dat deze vijf mannen reïncarnaties zijn van de apostel Johannes, Judas, een Pteranodon, twee boerenbruin en een kaartje voor de laatste Justin Bieber-show. Fout! Los Condors is meer dan een formatie op instrumenten, vocalen en een zwak voor vrouwelijk schoon en alcoholische versnaperingen. Los Condors is ontstaan uit de wil en de daadkracht van de Chileense condorgod Bob Super. Bob, zoals heidenen hem noemen, gaf aan zijn volkeren in het Andesgebergte de opdracht iedere volle maan twee geiten en een suikerbiet te offeren aan de voet van deze berg, voor zijn vermaak. Naarmate de jaren verstreken en de suikerbiet en geitenschaarste op een hoogtepunt kwamen, moest de leider van het volk een oplossing verzinnen. Hij spande alle krachten van de omliggende dorpen samen om vijf wilde condors te trainen in instrumenten en stemgebruik, opdat de volgende volle maan deze edele vliegkunstenaars, de condorgod, ook wel meneer Super genoemd, tevreden zouden kunnen stemmen met hun melodieuze klanken. Dit faalde. Uiteraard, laten we eerlijk zijn, het waren condors. Nadat vier dorpelingen waren gesneuveld tijdens de zware jam-sessies van deze condors, kwam meneer Super zelf aanschouwen hoe de vorderingen stonden. Hij was lichtelijk geamuseerd door de dwaze pogingen van zijn onderdanen en besloot zijn krachten toe te wenden tot het helpen van deze stervelingen met een doel. Hij veranderde de condors bij eerstvolgende volle maan in mensen om de volgende jam-sessies vlotter en voorspoediger te laten verlopen. Zo begon de training van Los Condors, vertaald naar het Nederlands, de Condors. Nadat ze vijf jaar hadden gerepeteerd, was het tijd om hun vleugels uit te slaan in de wereld, om deze met hun muzikale klanken en virtuositeit te veroveren. En daar ging het fout. Al snel kwamen deze godenzonen erachter dat hun stijl en muziek niet alleen voor een select gehoor bedoeld waren, maar tevens een smet op de samenleving. In de korte jaren dat hun toeren over de wereld voerden, hebben ze menig catastrofe en opsmuk veroorzaakt. Zo zijn ze met hun muziek de rellen op het plein van de hemelse vrede begonnen, hebben ze de maanlanding gefaked en zijn ze de gedachte achter de val van de Berlijnse muur, de stichters van Illuminati en het brein achter de hamsterweken bij Albert Heijn. Maar wacht, er is meer. Hun instabiele en veelal agressieve liveshows, waarin geflirt wordt met revolutie, materialisme wordt ontkracht door middel van het stuk slaan van instrumenten en hun geloof in totale chaos wordt gepredikt onder de term het elfde gebod, hebben menig plattelandsdorp en binnenplaats in puin en as achtergelaten. Na hun laatste concertreeks werd bekend dat twee van de condors de levensstijl en exhibitionistische uitlatingen van de groep niet langer in vol ornaat steunden. Deze conclusie heeft ertoe geleid dat twee van de vijf zonen de groep verlieten om zich te concentreren op het uitvoeren van het werk van hun condorgod. En zij keerden terug naar hun nest aan de voet van het Andesgebergte. Hierna werd het stil rond de geuzenformatie. En enige tijd waren zij onvindbaar in het landschap der creatieve geesten. Er werd tevergeefs naar ze gezocht, maar er werd niet gevonden. Wat ons brengt bij de dag van vandaag. Volgens analyses van geschiedkundigen en enkele fanatiekelingen beschrijft de Maya-kalender de wederopstanding van Los Condors op 25 augustus tijdens het Recycle Festival in Amersfoort. Dit lijkt overeen te komen met de heilige geschriften die uit het Nieuwe Testament zijn gelaten door het Vaticaan, waarop het condorsymbool prijkt op de lijst van zeven tekenen die vooraf zouden gaan aan de terugkomst van de duivel op aarde. Verschillende internationale veiligheidsorganisaties en guerrillagroepen zijn al gewaarschuwd en de wereld wacht in spanning af wat deze reïncarnatie van het collectief gaat brengen. Wees erbij en neem pinda's en pepsels mee voor de show. Het belooft mieters te worden.